Hallo, ik ben Willem van Hanegem. Komen jullie verder? Willem van Hanegem heeft al tijden een nieuwe liefde gevonden. Golven. 3 keer per week komt hij hier op Golfclub Houtrak in Halfweg. Lekker balletjes slaan, na afloop kopje koffie en vooral praten over voetbal. Zo'n bordeltje erbij. Bordeltje erbij. Ja. Ja, zeg nou wel even dat het water is, want anders denken ze dat ik alcoholist ben. Op de vroege ochtend. Van Hanegem neemt vandaag alle tijd om te praten over AZ. De club waarvoor hij 3 jaar speelde en waarmee hij in 1979 de KNVB-beker won. Hij vond het destijds niet lastig om als AZ'er tegen zijn oude club en grote liefde Feyenoord te spelen. Dat was wel leuk. Ja. Omdat wij ook in die periode wel een aardig tot een goed elftal hadden. En Feyenoord had ook een aardig elftal, maar dat deden wij op dat moment niet voor onder. Dus de kans was ook vaak aanwezig dat wij die wedstrijden ook konden winnen. Dus het was niet zo dat wij naar het stadion gingen en dachten van nou, dat wordt een hele moeilijke avond of moeilijke middag. Nee, integendeel. Het is geweldig als het stadion vol zit. Dat moet je als speler, moet je dat zo inspiratie geven. Nou, en dan kom je daar eens als oud Feyenoord. Dat is toch geweldig. Van Hanegem verliet AZ voor het gouden kampioenschap in 1981. Hij botste te veel met toenmalig trainer George Kessler. De meneer Kessler die zat wat anders in elkaar dan dat ik in elkaar zat. En, dus dat botste vrij regelmatig. En hij vond op een gegeven moment dat het niet meer. Hij vond eigenlijk dat ik weg moest, maar ik moest ook weer blijven. En dan kon ik een contract tekenen voor 5 jaar. En dan hoorde ik bij de technische staf of zoiets. Nou, toen heb ik alleen gevraagd: luister nou, ben ik nog goed genoeg of bruikbaar nu? Oh ja, zeker. Want in de tijd had je bij AZ toen voor Man of the Match kreeg toen een taart in die tijd. Dus ik had een hele vrieskist vol met taarten op dat moment. Dus het was helemaal niet zo slecht. Maar hij vond gewoon dat ik niet altijd even in de pas liep naar zijn oordeel. Maar was je dan ook een lastige speler voor een George Kessler? Of denk je van ik sta nog steeds achter die beslissing? Nee, maar ik was niet. Ik vond dat ik helemaal niet lastig was. Maar ik kon wel, ja, dat heb je nu nog. Gewoon een beetje plagen of zo, weet je niet. Het was eigenlijk een beetje pesten. Soms, nou, de een kan er tegen en de ander kan er niet tegen. Maar voor de rest, het was niet zo dat ik met mijn pet ernaar gooide. Want dan had hij me niet op moeten stellen elke wedstrijd. Maar hij kon niet tegen de bepaalde humor. En als hij dan aan de tafel zat. En we waren op trainingskamp, dan vond hij van, daar had hij het over pakken. En dan had hij pakken van 1500 of 2000 gulden. Nou, toen riep ik wel eens, ja, pakken van hij zeker. Van, hè? 2 halen, 1 betalen of zo. En nou ja, dat is gewoon voor de gein. Maar hij vond dat niet leuk, denk ik. Ja, we maken het druk om, man. Hey, dit moet je niet uitzenden, hè? Want anders moet ik thuis ook elke keer harken.